Anderhalve meter. Die staat er goed door, hè? Moet er even nog zin. En dan zijn we om vanaf de achterste stakrij. Dat is Arjan van Doren die gelijk aansluit. Ik vind bij Jeffrey Goossens. Van Doren er buitenom. Inderdaad, het is Arjan van Doren. Jeffrey Goossens. Van de zuiden 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 van de zuiden. Op de vijfde plaats is het Jeroen de Raad met de 444. 463 van Tom Koersma. Van Toren start weer morgen 188 dus aan de leiding. Sjoerd Harbers op de tweede. Op de derde is het met de start morgen 180 Jeffrey Gansjes. En met de dag 117 Rudy de Dostos. En in het achterste de kleine. Van Jeroen de Raad. Arjan van Doren, hij is op dit moment nog steeds aan de leiding. Sjoerd Harbers op de tweede. Jeffrey Goossens op de derde. Rudy de Dostos op de vierde plaats. Want Jeffrey Goossens aan het zoeken is om Sjoerd Harbers terug te zetten naar P3. Dus hier dus de leider in de wedstrijd. Dat is van de laatste van de achterkant. Arjan van Doren. Sjoerd Harbers, Jeffrey Goossens, Rudy de Dostos, Koersma en Jeroen de Raad met de slachtoffer van 444. Bij de volgende aankomst zijn er nog te rijden. Is er nog te rijden? 1 ronde. Goossens aan de binnenzijde. Nog voor meer dankens. Arjan van Doren op de moment dus de laatste ronde. Harbers op de tweede. Goossens op de derde. De dag op de vierde plaats. De volgende ronde is van de en de route gaat met startnummer 444. Zwart is gewoon richting de baan. En dat betekent dat wij gewacht op Arjan van Doren. Zwart is gewoon een goede huishouden natuurlijk. En op de route is het moment Arjan van Doren, Sjoerd Harbers, Jeffrey Gansjes, Rudy de Dostos.